What's good, Calvin? Mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Nice. En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. What's good, Calvin? Mijn naam is Calvin, ook wel Calvin. Zoals je misschien weet, en het is tijd voor een nieuwe aflevering van Gekke Werk. De serie waarin ik de meest idiote shit ever doe zonder dat ik een reden ervoor heb. Maar het is leuk en het is geen idee. Elke week is alweer moeilijk en het was steeds moeilijker om het te volhouden. Vandaag is het wederom tijd voor een nieuwe aflevering. Ik ga een fanaccount een DM sturen en vragen om een cijfer tussen de 0 en de 100. En het cijfer wat die persoon zegt, moet ik binnen 24 uur gaan uitvoeren. Het wordt weer een feest. Ik stuur @jointhecalfam, Calvin. Hey, what's good, fan account? Deze account heeft één gekke feed, man. Dit lukt mij niet eens. Dankjewel. Dankjewel, fan accounts. Ik hou van jullie. Ze zijn amazing, man. You're the reason that I can do this, you know. Zeg eens een nummer tussen de 0 en de 100. Smiley face, sterretje. 53. Oh my god, thanks. Dit is toch gekke werk? Nee, joh. Ik vraag gewoon even voor de lol. Of je... Ik dacht, ja. Gewoon even voor de goede... Nee, joh. Het is gewoon voor de grap. Opdracht 53. Bezoek 10 landen binnen 24 uur. Is het überhaupt mogelijk? Kan dit überhaupt? Nou, het eerste land is al gelukt. Nederland is in ieder geval gelukt. Ik moet eigenlijk nog 9 andere landen bezoeken. Pak ik vliegtuig, ga ik met de waggie, ga ik met de fiets. Ik weet het allemaal niet, jongens. Ik moet hier even over nadenken. We gaan beginnen. Goed. Dit is het plan. Het eerste land is al check. Nederland. Nog 9 te gaan. Ik sprint als de Usain Bolt versie van een luipaard naar mijn auto. Ik trap het gaspedaal in en rijd met mijn hoofd naar België. Na wat slechte grappen eet ik een braadworst in Duitsland. Vervolgens Luxemburg. Daarna is het tijd voor een baguette in Frankrijk. In Zwitserland zeik ik tegen een boom en cross ik door naar een van de kleinste landjes ter wereld. Liechtenstein. Dan Oostenrijk. Direct door naar Italië en als laatste Slovenië. Veel spannender dan dit kan ik het niet maken. Afgezien van het feit dat ik waarschijnlijk even rustig een fucking wereldrecord ga verbreken, maar dat is hij. Klinkt als het beste per aio. Ik heb er geen tijd voor, ik moet gaan! Jongens, daar gaan we weer. Ik krijg even flashbacks naar aflevering 1 van Gekkenwerk, waarin ik ook in de lift stond onderweg naar fucking Frankrijk. Toen dacht ik al, yo, dit is echt een serie, die gaat me op plekken brengen. Maar ik ga dus gewoon 10 landen binnen 24 uur proberen te bezoeken. Het slaat echt helemaal nergens op. Jongens, wat ben ik aan het doen? Ik rij nu gewoon in ieder geval richting het zuiden. Dus ik ga gewoon richting Maastricht. Want volgens mij moet je zo snel mogelijk naar het drielandenpunt. Want dan kun je die gewoon meepakken. Dus dat is een beetje de strategie voor nu. Hopelijk leef ik straks nog. Voor de mensen die niet weten wat het drielandenpunt is, dat is zeg maar de plek waar Nederland, Duitsland en België bij elkaar komen. En ik had altijd verwacht dat het gewoon één plek was, in een soort weiland. Maar schijnbaar is er gewoon een hele toeristische attractie omheen gebouwd en is er gewoon een toren waar je op kan. Ik moet vandaag 10 landen bezoeken in 24 uur. Dat is nogal wat, maar je hebt er nu 3. Ik heb er nu 3. Van Amsterdam uit. Van Amsterdam. Ik ben nog steeds in België en ik ben een uur verder met de auto en ik ben als het goed is bijna bij de grens van Luxemburg. Ik moest even stoppen, ik moest even de beentjes trekken. Maar zoals ik me hartstikke goed besef is het een race tegen de klok en moet ik niet te lang stil blijven staan. Dus hey, what's good? Let's go man! Hey. En mijn plan is nu dat ik eigenlijk nu bij het bordje gewoon ga stoppen, even de grond een kusje geven en gewoon weer doorga. Dus dat is het plan, mensen. Oké, we gaan het doen.
Oh, kut. Ik loop me echt een beetje als een debiel te gedragen. Maar het zit dus als volgt. Ik ben me helemaal aan het verdwalen in mijn rit. Ik ben me helemaal aan het verdwalen in de muziek die ik aan het luisteren ben. En ik zit er te denken, hey jongens, maar ben ik niet al lang in Frankrijk? Dus ik kijk even op mijn navigatie. Ik ben gewoon al een kwartier in Frankrijk. Hello. Oh, salut bro. How are you? Do you speak English? A little. A little. Are you okay? Okay. Very good. No, no film. Okay. Hey, you speaking Spanish? No Spanish. Okay. No. Okay, bye. No. Ik weet niet of die mensen me nou vet vonden of dat ze me nou wouden vermoorden. Eén van de twee. Ik ga wel weg hier. Ik vind het echt doodeng. Op naar Zwitserland! Hey! Was good, Kelfam. Ik heb de auto even neergezet. Ik ga maar gewoon eerlijk met jullie zijn. Het is hier zo tering mooi, hè. Het is echt zo prachtig hier. Hier hou ik van. Dit vind ik fantastisch. Dit vind ik echt top. Ik ben in the middle of fucking nowhere. Ik heb geen idee. Ik ben aan het rijden. Ik ben aan het genieten van de muziek. Ik ben aan het chillen. Ik ga richting Zwitserland. Achter me heb je fucking mooie landschap hier. Moet je kijken, joh. Fucking hell. De zon gaat langzamerhand onder. De koppijn neemt toe. Ik heb wel een zonnebloem. En ik vind dit... tot nu toe echt een topavontuur. Ik vind het echt heerlijk. Ik ben in Zwitserland. Ik ben net de grens overgegaan. Geen bordje te bekennen, niks van een soort van hallo, welkom in Zwitserland. Kijk, dit lijntje, dit is de grens, hier ben ik net overheen gegaan. Bewijs, mensen! Bewijs! 11:15 is het momenteel en ik ben in Zwitserland. Het is een feest. Het is oprecht een feest. Het dichtstbijzijnde land vanaf hier is Liechtenstein. Dat is een heel klein landje wat bijna niemand kent, waar ook heel weinig mensen wonen. Dat is 2:20 hier vandaan, dus daar gaan we naartoe. De auto staat nu gewoon letterlijk hier midden op de weg. Dat is niet helemaal de bedoeling. Hier, Liechtenstein. Hoppakee. We zijn er. Liechtenstein, Liechtenstein. Hey, what's good, Liechtenstein? Ik heb nog nooit van dit land gehoord. Ik weet ook niet wat voor taal mensen hier spreken, maar ik ben er. Zwitserland was een feest. Ik ga nu maar gewoon weer doorrijden, want ik sta echt levensgevaarlijk midden op deze weg stil. Het is trouwens wel echt prachtig hier, maar jullie zien er helemaal niks van. Oké, we gaan door. Daar in de verte zie ik... lampjes. Ik denk dat dat de grens van Oostenrijk is. Kijk, is dit de grens? Wat een rare... Ja! Ja, dit is hem! Yes! Kijk even. Hier. Bam! Oostenrijk! Ik moet je eerlijk vertellen, het is 2:30. En ik dwing mezelf echt om die auto uit te gaan. Om dit te filmen. Omdat ik dit even vast wil leggen. Ik wil dit gewoon even van dichtbij filmen. Maar ik ben wel een klein beetje bang. Ik ben wel een heel klein beetje gespannen op dit moment. Schijnbaar is dit de douane, maar er is helemaal niemand. Komt waarschijnlijk omdat het zeg maar 2:00 s'nachts is. Maar fuck man, aan de ene kant vind ik dit vet. Want ik ben gewoon op de grens tussen Liechtenstein en Oostenrijk. Maar aan de andere kant ben ik zo fucking creepy. Ik vind het echt fucking creepy. Je bent elke grens, is natuurlijk gewoon in the middle of nowhere. Oké. Okay, ik ben bang. Ik ben officieel bang. Ik ga nu de auto in. Elk geluid wat je hoort, denk je gewoon dat het iemand is of zo. I don't know. Oké, nu is het klaar. Nu gaan we door. Jongen, Kelvin, nu moet je even verstandig zijn. Nu moet je gewoon doorrijden. Oké, we gaan het doen. Kelvin, what's good? Ik heet jullie welkom op het moment waarop ik besluit om even te gaan slapen. Ik heb de auto even langs de weg gezet. Ik weet niet waar ik ben. Het is 4:20. Ik heb mijn wekker om 5:00 staan. Dan begin ik gewoon weer met rijden. Dan ben ik als het goed is rond 7:00 in Italië. En dan ben ik om 11:00, als alles mee zit, in Slovenië. Ik zie jullie over 1:20.
Wel trusten, lieve mensen. Kelfam, good morning. Ik leef nog. Ik denk dat binnen nu en een uurtje de zon wel op gaat komen. Ik ga maar gewoon rijden. Ja. Zo simpel is het. Oh, jongens, deze opdracht. Oké, we gaan er mee tegenaan. Let's go. Ik heb 3 kwartiertjes gereden ongeveer. Het is, zoals je ziet, wat lichter dan eerst. De zon is aan het opkomen en ik ben Italië naar binnen aan het rijden. Dat is lekker. Even kijken. Ja! Ja! Lekker! Wacht, dit moeten we even vastleggen. Goedemorgen Kelfam, we gaan officieel de grond van Italië betreden. Komt ie, 3, 2, 1. Italië, what's good? Au, ik stoot mijn hoofd. What's good, Italië? Dit is echt dan, dit is echt gaar. Net zou ik echt om 10 voor 12 aankomen. Dus ik dacht, geen stress, weet je, we hebben alle tijd. Nou jumpt hij gewoon naar 6 over 12. 7 over 12. Fuck. Dat betekent 2 dingen. 1, ik moet een beetje doorgassen. En 2, ik kan onderweg eigenlijk ook niet meer stoppen. Dat betekent dat ik dus straks eigenlijk alles bij elkaar 4 uur achter elkaar ga rijden. Zonder pauze, zonder stop, zonder benen strekken. We zetten gewoon wat extra kracht, gewoon wat extra power, gewoon wat extra vibes. En dan gaan we het net redden. Hoop ik. Ik ben aan het racen. Niet normaal. Ik ben niet extreme snelheden aan het overschrijden. Alleen, fuck jongen. Dit is wel echt teringspannend. Het is op dit moment 11 uur 38. Mijn aankomsttijd is nog steeds 10 over 12. Maar ik weet gewoon niet precies of om 10 over 12 ook echt de grens is. Of dat hij al een stukje eerder komt. Ik weet het niet. Ah, ik heb wel 1 voordeel. Ik zit wel weer op de snelweg. Dus ik kan in ieder geval een beetje doorrijden. Alleen het wordt pittiger deze. Is het überhaupt mogelijk? Kan dit überhaupt? Ik ga dus gewoon 10 landen binnen 24 uur proberen te bezoeken. Het slaat ik helemaal nergens op. Jongens, wat ben ik aan het doen? Oké, ik moet eerlijk zeggen, het is tijdens gekkenwerk best wel eens aangekomen op het laatste moment. Echt op de laatste kwartier of het laatste half uur. Maar zo close. Het staat op 59. Ik heb nog 1 minuut. Als je trouwe kijker van Gekkenwerk bent, dan weet je dat ik in aflevering 1 een kerstboom op de Alpen heb geplant. In aflevering 2 heb ik wiet gekocht in Jamaica. Holy shit! Ik heb gewoon 8. Ik vroeg nog, heb je 10 gram? In aflevering 3 heb ik deze tatoeage laten zetten door 7 van mijn beste vrienden. In aflevering 4 heb ik een geheime schuimparty gegeven in de tuin van Milan Knol. In aflevering 5 heb ik een vulkaan beklommen zonder dat ik de vloer mocht aanraken. Dit is een strijder, jongen. En in aflevering 6 heb ik 9 landen bezocht in 24 uur in plaats van 10. Wat betekent dat de opdracht is mislukt. En wat ook betekent dat dit het einde is van Gekkenwerk. Ja, dit is het einde. Ik heb gezegd, als een opdracht me niet lukt, dan kap ik met deze serie. En dit is het moment.
Kelfam, de opdracht is mislukt. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Maar ik moet nog wel één dingetje doen. Afgezien van het feit dat ik niet binnen de tijd gehaald heb en de serie officieel voorbij is, wil ik wel van jullie horen via Instagram en via YouTube en overal of het jullie leuk lijkt als ik een nieuw seizoen van Gekkenwerk ga maken. Laat het hieronder in de reacties weten of op Instagram of overal. Stuur me DM's, doe het allemaal. En dan zeg ik nog maar één ding. Doe eens gek, want je bent er nog wel genoeg. Hey, what's good?